Mensen, ik ben ingebroken. Oh my god. Oh nee, grapje. De deur stond gewoon open en ik had gevraagd of ik erin mocht. En het mocht gewoon. Speciaal voor YouTube, omdat iedereen het zei in de comments, ga ik nu een bedankvideo maken. Ik dacht, ik moet het speciaal maken. Ik moet ergens heen. Dus hier ben ik dan in het gebouw. En het is best wel een nice gebouw. Ik dacht, ik moet iets uitkiezen wat voor jullie leuk is. En wat voor YouTube misschien ook wel leuk vindt. Dus als jullie allemaal even naar YouTube tweeten, dit filmpje, zou dat echt super aardig zijn. Moet je die trappen zien, jongen. Wow, dat ziet er echt nice uit. Maar YouTube, dankjewel voor de shout-out. Ik vind het hartstikke aardig van je. En je bent echt een baas. En niet letten op de haters. Kom op, haters zijn niks, man. Laat hun lekker. Zij hebben niet wat jij hebt. Jij hebt gewoon iets bereikt. En dat is het. Je hebt het bereikt en je bent hartstikke lekker bezig. Je bent nog steeds een voorbeeld voor mij. Maar ik moet proberen om hierin te gaan. Maar dat fucking ding, ik weet niet wat dit is. Ik kan er gewoon niet kijken. Ik heb het net ook al geprobeerd. Dit heb ik 2 keer overnieuw gedaan of zo. Misschien gaat het straks ook 2 keer overnieuw. Ik weet niet hoe het gaat. Want als er al een foutje in zit, loop ik weer daarheen. Moet ik weer overnieuw beginnen. Maar ik zit te kijken naar die lift. Maar hij doet het niet. Echt fucked up. Ik kan wel even vragen aan mensen of zij misschien weten hoe ik daar naartoe kom. Want ik begrijp er helemaal niks van. Ik ga even aanbellen, jongens. Ik weet niet wat dit is. Oh, straks mag ik ze helemaal niet storen. Maar ik doe het voor de video, jongens. Nou, straks komt er iemand aan en dan denkt hij, what the fuck doe jij hier? En waarom wil je de lift in? Nou, gewoon, het is gewoon nice als je de lift in gaat en dat is leuk. Dus we gaan het gewoon doen, mensen. Fuck Arthur, jongen. Je mag er niet in en fuck jou. Hangen wel jassen trouwens, dat is wel heel chill. Dus er zijn wel mensen, denk ik. Weet je, echt, fuck. Kan ik niet klimmen of zo? Ik ga even kijken of ik ergens kan klimmen, want niemand doet open ook. Ik kan daar overheen klimmen, jongens. Maar dan denken al die mensen die daar zitten dat ik een dief ben of zo. En nogmaals, YouTube, dankjewel. Echt waar. Wat je hebt gedaan is hartstikke aardig. En ik vind je echt een topper. En ik vond het leuk je gesproken te hebben. Serieus. Het is zo lullig. Die mevrouw staat daar. En ik moet daarheen. Ik ga wel gewoon proberen om ergens anders de lift staat open. Mevrouw, zou ik naar binnen mogen voor de video, zeg maar? Nou, volgens mij is dat niet de afspraak. Oh, oké. Okay. Ik had helemaal geen afspraak, maar maakt niet uit. Heb ik met haar een afspraak gemaakt? Nee, mevrouw. Dus alsjeblieft, u bent wel aardig hoor. Ik blijf ook aardig toe, mevrouw. Maar kom op, dit is echt niet leuk. Ik heb die mevrouw nog niet eens een afspraak laten maken. Je kan een afspraak maken. Aldinvlog@gmail.com. Staat daar wat open? Ik ga kijken. Ik weet niet of ik weg word gestuurd, maar nee, ik ga het niet doen. Er staan al mensen te kijken. Laten we dat maar niet doen. Maar jongens, ik probeer wat boeiends te vinden, maar het lukt gewoon niet. Wacht. Nee, er staat ook al iemand. Er moet een deur open gaan of zo. We moeten toverkracht hebben om die deur open te maken of zo. Ik weet niet wat het is, maar we gaan toch even kijken of er iets anders is. Dus ik zie jullie zo weer. De hele conclusie van het fucked up verhaal is gewoon helemaal verpest. Ik kan gewoon niks vinden, serieus. Ik ben de hele tijd aan het rondlopen. En er is gewoon niks wat open is. Niks waar ik gewoon iets vets kan laten zien. Maar ik ga proberen om hier nog heel even aan te bellen. En dat ik van het studio's ben. Even kijken, waar is dat fucked up knopje? Shit. Locatie management. Daar ga ik. Ik moet niet in de camera, het is een genre. Ik zeg wat een mogol. Yes, oké. Okay. Nou, gaan we even rondkijken. Ik ga het niet vragen. Het is niet handig natuurlijk. Niet. Nee, oké, okay, ik loop gewoon door. We gaan naar boven. We moeten wel snel zijn. Je mag het natuurlijk kijken. Hallo. Hoe heet dat? Ik ben, hoe heet dat, van Active Studios. Ja. Ja, weet ik. Ik kom heel even alleen kijken, zeg maar, voor de video. In deze? Ja. Gewoon hier alleen. Ah, thanks man. Is die deur niet meer open? Nee. Maar jongens, het galmt helemaal. En ik ga gewoon helemaal naar boven lopen, kijken wat er is. En dat wordt leuk. Dit is verboden toegang.
Het is wel verleidelijk om die deur open te maken, trouwens. Nee, shit. Het is ook dicht. Tweede verdieping. Ja, ik ben niet zo goed in lezen, dus ik weet het niet, dus... Fuck it. Nee, ook niet. Pas op. Schrikdraad. Niet aanraken. Vogelwering. Shit. Nee. Ik wil het openmaken. Of is het wel schrikkeldraad? Of het is gewoon voor mensen die dom zijn en... Fuck. Oké, dit is helemaal geen schrikkeldraad. Serieus? Wat is dit? What the fuck? Oké, jongens, ik heb wat gevonden. Wat is dit? Ik zweer, ik ben hier nu en ik wist niet dat dit hier was. Holy fuck, jongens. Wat is dit? Denk je dat die wc nog werkt? What the fuck? Die fucked up wc doet het gewoon, jongens. Geweldig. We gaan even kijken of het raam open kan. Ik mag hier misschien helemaal niet zijn, maar ik doe het toch. Raam open, bitch. Nee, gaat ook niet. Ik doe net alsof dat dit mijn huis is. Dit is mijn keuken. Ik geloof dat hier nog een wc is. Oh, hoe wist ik dat? What the fuck, hoe wist ik dat gewoon? We gaan kijken, daar is een ladder. Misschien kan ik daar omhoog. Ja, je kan veel zeggen, maar je kan niet omhoog. Ik moet echt voorzichtig doen. What the fuck? Deze deur dicht na gebruik. Wacht. Dit is echt lauw. Kan deze nog open? Ja. Wat? Deze deur kan niet open. Maar ik kan voor jullie filmen wat daar is. Wacht. Ik ga het voor jullie filmen. What the fuck? Ik moet iets hebben dat deze deur kan blokkeren en dat ik gewoon zeg maar daar naartoe kan. Ja, maar als ik hem dicht doe, dan zit ik opgesloten. Dat is echt fucking dom. Wat moet ik doen? Opgesloten zitten? Of teruggaan? Ik heb ook geen mobiel bij me. Jawel, ik heb wel een mobiel bij me. Wat moet ik doen, jongens? Shit, ik kan mijn schoen of zo ertussen doen. Mijn schoen. Ik ga mijn schoen ertussen doen, jongens. En dan hopen dat hij niet dichtvalt, dat ik ook geen schoen kwijt ben. Als ik mijn schoen kwijt ben, ik zweer je. Besef dat ik nu gewoon één schoen aan heb. En dat, ja, het is gewoon fucked up. Fucked up leven dit. What the fuck? Oké, deze. Die kan niet open. Wat? Weeyo, jongens. Dit is echt spaceship. Ik weet echt niet waar ik nu ben, zeg maar. Het is mooi geweest. Straks gaat die jongen mij zoeken waar ik ben. En ik weet niet of hij daar zo blij mee is dat ik hier ben. Dus even mijn schoen aan doen. Fuck, ik heb ook die schoen niet meer aan. Wat is dit, mensen? Ik ga weer terug, jongens. Het is mooi geweest. Ik heb mijn best gedaan voor de video. En ik hoop dat jullie mij supporten. En ik ga echt naar beneden, want ik moet echt nu weer gewoon naar beneden toe. Ik weet ook niet wat er boeiend aan is, maar... Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En we gaan weer naar buiten. Dankjewel. Heb je vlogs of? Ja, ik maak vlogs. Okay. Dus ja, en een beetje, ik ben een beetje gewoon aan het zoeken wat ik het leukste vind. Dus vandaar. Thanks, man. Thanks. Ben ik ook nog naar buiten gebracht. Hartstikke mooi. Maar nu gaan we naar, nu ga ik met jullie naar het kantoor. En helaas ga ik in het kantoor niet filmen, omdat daar allemaal spullen staan. En die kunnen dan gestolen worden. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie weer.